speciaal. Dat is dus het feit dat de Zwette binnen rivier ontstaan ooit uit de Middelzee. En het is het enige dorp waar de Elfstedentocht terugkomt, mocht er ooit weer teruggaan. Dus dat is eigenlijk wel wat speciaal. Het belangrijkste wat er verhoor is, dat is het dorpshuis, het Zwettehuis. Dat is hier gebouwd. En dat is eigenlijk wel de belangrijkste ontwikkeling geweest van het dorp. Het oude Elem is dicht hier en dat weer net meer van deze tijd. En dit is hier nu een aantal jaren praten, is dit er komen. En daar ben wij wel heel wijs mee. Het dorp Leven op de Gade, dat heeft van groot part te krijgen met sport en culturele activiteiten hier in het dorpshuis. De activiteiten van de diverse verenigingen, alle jongen en alle middies is hier hartstikke wat te rijden in het dorpshuis. Dus dat part het toch van boeten nou wel levendig. Waar de bijna kwallen gaan, dat is het Zwettehuis. Het onderdeel van het Zwettehuis is de basiskwallen op Hichten. Dat zit hier in onplak. Sporten, dat wordt er op het voetbalveld aan de Zwette. Hier krijgt er een rone van het dorp. En in een sportzeel aan de Kleerdiek, Leegdiek. En vierde voor de rest, er is hier een prachtig mooi watersteun. Er is een prachtig natuurgebied. En daar ben ik een hele hoop water en activiteiten houden. Skeerne Gouten maakt het Skeerne Gouten. Maar terug het feit dat de oude structuur van de Middelzee heel belangrijk geweest is voor het ontstaan van Skeerne Gouten. De Zwette die te troon rent. Domlezen de dwarpen, vierde voor de rest, maar ze troon heen fietsen. Om te zien wat het bijzonder is, want voor u is het eigen woon.